En daarvoor heb ik mijn stuntman meegenomen. Ja, en waarom is die goede stuntman nodig? Wie is Soevian? En hoe klinkt de nieuwe clip van Priester? Vandaag de antwoorden. Hey, zet die muziek wel heel zacht, heel zacht. Ja, we zijn al begonnen, hoor. Nou, dat apparaat verkoopt, dan kun je een knappe broek kopen. Dit is... Beneden Pijl. Nou, ik ben Soevian Mousouli. En ik ben stand-up comedian. Wow, alles goed? Hebben jullie het naar jullie zin? Ja, tot nu toe nog wel. Ik zie een paar leuke dames van Katijger. Ik ben begonnen op mijn 14e, 15e. Dat was in een jongerencentrum. Verder hier in Atelwijk. En dat begon door Najib Omhali. Ik kwam weer in de krant dat Najib Omhali kwam met zijn show Fanny Fidi Fici. Toen waren we gegaan en toen kwam ik thuis. Vertelde ik echt alles na wat hij zei. En ik ben ook afgewezen bij de Taliban. Mijn baard, het lag niet aan mijn baard of hij te groot of te kort was, nee. Ik kan niet met vuur spelen, zeg maar. Ik ben bang voor vuur, voor vuurwerk en al die shit. Dus ik zat ook bij de Taliban, moest ik auditie doen. Daar doe je tegenwoordig audities voor een camera. Weet je. Moest je auditie doen. En dan zat ik zo, ik moest een handgranaat gooien. Het is wat ik deze... Ik kwam er niet doorheen, ze vonden mij gewoon te bang. En laat staan als ik met zo'n hele riem om het dingetje moet. Dus daar heb ik niks. Zit mijn tijd erop. Je bent een jongen van Marokkaanse komaf, je hebt Marokkaanse ouders. Speelt dat een rol bij je stand-up show? Ja, zelfspot. Heel belangrijk, gebruik ik veel. Zelfspot is het leukste humor, zeggen ze altijd. Is het ook. Want daarnaast ben ik ook een racist op het podium. En dat ik elk andere soort ook, weet je. Wij krijgen als Marokkanen al heel veel te verduren, zeg maar. Dat is niet echt een reden dan, maar ik denk, ja, op comedy kan alles. On stage bedoel ik, kan alles. Nee, maar Soef, ja. kan je me even helpen? Ja. Ik heb je nodig, man. En dat is? Ja, ik heb wat spullen nodig. kijk, mijn huis is een beetje leeg en ik wil niet zeggen dat je... Dat je steelt of zo, maar je bent wel een Marokkaan, dus ik vraag het gewoon. Nou, ik heb al je spullen al gestolen. Nou, je bent nu dus al een aantal jaar bezig. Hoe zie je de toekomst voor jezelf als stand-up comedian? Waar wil je naartoe vanaf hier? Ja, geen idee. Dat weet ik echt niet wat de toekomst gaat brengen. Waar ik naartoe wil, is Amerika. Daar wil ik naartoe, maar dat is nog een hele lange weg. Vol met hobbels. The American Dream. Ja, The American Dream. Ik zou eigenlijk wel een keer in New York in een comedy café willen staan. Dat zou me echt super tof lijken. Dat is de volgende stap. Laten we eerst nog een keer Comedy House in de kubus doen. En dan zien we wel verder. Als je trouwens een keertje naar Marokko gaat, en dan vraag je taxi, weet je, rond 2 uur is het middageten in Marokko en dan is het super druk en dan willen die taxichauffeurs ook eten. Weet je wat die taxichauffeurs altijd doen? Dan stop je in de taxi, doe je... Taxi! En dan stopt hij, rijdt hij een beetje door en dan zegt hij zo van, moet je die kant op? Ja, zegt die taxichauffeur. Motherfuckers. Straks, waarom heeft Beneden Pijl deze stuntman nodig? Maar nu eerst Priester met G1. Er is een G1 net als mij, nee G1 net als ik. G1 met de vijs, nee G1 met die spits. G1 is zo nice, nee G1 ben die hits. Misschien doe je je ding, maar niemand doet het als dit. Niemand doet het als dit, niemand doet het als dit. Niemand doet het als dit, niemand doet het als dit. Die Pita Sam schild aangenaam met Badr Hari en die N.O. Dikker, ik neem over een invasie. Jullie zijn Daniel Sams. Priester is Mr. Miyagi, ben de baas boven baas. Carrière zet ik stop als een orgie met blinde nikkers. Je weet niet met wie je fokt.
snap maar goed. Kopte uit het oog, vers ding op mijn dood. Groeit geen penis op mijn schedel, maar ze lullen aan mijn hoofd. Zo van meneer de beste rapper, wanneer kom je met iets zoeks? Want die rappers doen hun ding, maar niet niemand doet dat als vries. Baby, ik ken niemand voor wie ik onder doe. Kijk, ik ben de best, jij bent ondergoed. Matig, ondergoed als onderbroek. Waar in je bloos vitamine was je ondervoet? Er is er geen één net als mij, nee geen één net als ik. De politie van tegenwoordig komt met een nieuw fenomeen. In plaats van het schieten met kogels, schieten ze met beanbags. Dat zijn bonen, harde bonen die je tegen je lichaam aan krijgt. Wij gaan vandaag testen hoe het is om die harde dingen tegen je lichaam aan te krijgen. En daarvoor heb ik mijn stuntman meegenomen. Ben ik! Hey. Normaal gesproken hebben we een vaste stuntman. Dat is Ivo. En Ivo is vandaag ons proefkonijn. De politie laat ons natuurlijk niet met de echte beanbags testen. Maar om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen, heb ik een aantal attributen meegenomen. Om te beginnen heb ik meegenomen een pak met koffiebonen. Daarna gaan we het proberen met een brood. Daarna is het tijd voor een blok hout. Daarna is het tijd voor die overheerlijke frikandellen. En als we klaar zijn met de frikandellen, tover ik uit mijn zak nog een ei. We beginnen met de koffiebonen. In mijn noten lul. Het brood. Een blok hout. Nog de ouderwetse Hollandse frikandellen. En als laatste hebben we natuurlijk de lekkere eitjes. Ja, en dan zijn we aan het einde gekomen van de test. En dan rest de vraag natuurlijk nog. Wat kwam er het hardst op je af en wat komt er het minst hard op je af? Dat kunnen we dus maar aan één persoon vragen en dat is ons proefkonijn Ivo. Ivo, wat kwam er het hardst op je af? Ja, het meest pijnlijk was het hout. Daarna kwam de eieren, de frikandellen, het brood en als laatst ja, de bonen. De bonen. Ja. Nou, zo zie je maar, de bonen die komen dus eigenlijk het zachtste aan. Dus ja, het advies voor de politie is, gooi maar een blok hout. Volgende week gaan we verder met Soevien en een verslag van het NK Windsurfen in Lelystad. Nou, was het alweer.